Fanner ik bisa kau sih untuk tiakan. Lat full let me aim nak biki. Rustig. Lat full me goed. Ook het vat me wat hard is weg van die negativiteit en die problemen. My inspiration is my omgeving, my huisomstandighede. En omdat daar zo klomp gevallen is van armoede, het ik besluit dat te draak me nogal aan en dat ik hierdie boodschap moet oordra aan jou hoor, die het uit de beeld in my werken. Die hartseer wat my getref het, was die dood van my moeder. Ik het gevoel dat mijn leven nou tot op een stilstand kan komen, want als je me een schouder om op te hangen of iemand wat ik op kan staat maken. Zo, dat was bij mij de hartzierigste tijdens die grendeltijd. En terwijl ik hier hartzier gevoel in mij gehad heb, heb ik maar besluit om tussen te teken. En dat heeft mij niet meer gemotiveerd om een verandering te maken. Ik weet dat mijn ma en mijn pa zal baie trots op mij gewees, omdat ik weet alles al graag wil gezien het, dat ik succesvol is. Ik heb al eindelijk in graad 10 gezien al, ja, hij is op een ander level soort van als de rest van in die klas of die kinders in die klas. Zijn detail en zijn werk is voor mij iets bijzonders en zoals hij ook ons nou al genoemd het, zijn twinwaarde. So, tekenkunst gaan voor mij bij je oor hoe jij observe, hoe jij kijkt naar iets en het oordraagt. Zo, so, daar zijn speciale iets van ook dat hij kijkt naar iets en hij draagt oor wat hij ziet. Hij teken wat hij ziet, ja.